gaat over de aanbesteding van de WMO zoals die hier aan Zutphen is gegaan. En wat heeft het voor gevolgen? Dat er naar alle waarschijnlijkheid meer dan 1000 mensen zonder zorg zitten, enkele honderden mensen zonder werk of veel minder verdienen. Zijn de werknemers of de mensen die huishoudelijke hulp verlenen, vallen die onder verantwoordelijkheid van het college? Of ik moet het anders formuleren, voelt het college zich daar verantwoordelijk voor of niet? Je krijgt het idee eigenlijk dat het college zegt nee, niet onze verantwoordelijkheid. Oké, de SP die zegt dat de raad niet goed geïnformeerd is. Dat is in de Tweede Kamer een doodzonde. Nou, er heeft wel iets ter inzage gelegen en daar hebben wij niet op gereageerd. Dat heeft de wethouder ook genoemd. Dat voel ik wel een beetje als een terecht verwijt. En aan de andere kant vind ik had het college in dit geval wel wat gevoeliger kunnen zijn en ons ja, liever wat eerder moeten informeren. Proactief informeren was de kreet, hoor ik hier. Ja, het woord proactief is tegenwoordig wel in, maar officieel is het college dat ook, zeggen ze. Op dit gebied zijn ze dat niet geweest. Niet genoeg. En wat punt van orde gaat voor, dus de wethouder is nu even buiten beeld. Het punt van orde is nu om inhoudelijke behandeling van dit onderwerp in het forum voor te zetten. Ik ben voor een forum. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Maar er liggen nu ook nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven. En het voorstel was, laten we even met elkaar spreken hierover. Want we hebben daar nog wel even tijd voor. En dan vind ik het heel erg jammer dat het met zo'n sisser afloopt. We kunnen natuurlijk heel goed van de gelegenheid gebruik maken om nu nog wat uit te wisselen. En het college aan het woord te laten om uitsluitsel te geven over een aantal zaken. Dus... Oké, maar die motie van wantrouwen dan? Die is nu niet aan de orde. We hebben nu schorsing. Dadelijk zal duidelijk worden... Of die motie nog ingediend wordt door de SP. En dan zullen we daarop reageren. Maar het zou me niet verbazen als die in ieder geval nu wordt ingetrokken. Dan kan die altijd op een later tijdstip opnieuw worden ingediend. Maar dat is aan de SP, de indieners van de motie. Gaat u vanavond die motie van wantrouwen nog weer indienen? Of denkt u van het is beter voor dit onderwerp om het in een forum te bespreken? Nou, ik heb mijn antwoorden niet gekregen die ik graag wou. Dus ik trek hem vanavond in, de motie. Maar kom op een ander tijdstip, als het dus goed uitkomt, kan ik de motie ook weer gewoon indienen. Dus dan doe ik het ook en dan bespreken we het verder. Mensen maken zich natuurlijk voornamelijk zorgen dat ze niet dezelfde zorgverlener aan huis krijgen. Nou ja, het is goed om nog eens te benadrukken dat het gaat om huishoudelijke hulp. Het schoon en leefbaar houden van de woning. Daarnaast heb je het kader van de AWBZ, maar daar gaan wij nog niet over. De huishoudelijke verzorging en de huishoudelijke verpleging. Dat is een andere tak van de hulpverlening. Dit gaat over het schoon en leefbaar houden van de woning. En dat is toch een ander verhaal dan zorg.